VHP-parlementariër Mahinder Yogi zegt dat president Santokki gisteren in zijn jaarrede een beeld heeft geschetst van de realiteit. De nieuwsdienst sprak Yogi kort na de uiteenzetting van het staatshoofd. Santokki heeft volgens de VHP-topper veel stappen ondernomen opdat de samenleving ook kan meewerken aan de realisatie van de beleidsplannen. De president heeft belangrijke zaken aangegeven in zijn jaarrede. De president begon in feite met de situatie in het land te kenkesten en met name het armoedevraagstuk. De president onderkent dat er armoede is. De president onderkent dat er behoorlijk veel armoede is. Dat mensen, de man om aan Libi Boemfassi komt ook zo. En dat er daarop beleid moet komen. De president heeft aangegeven dat we een aanpassingsprogramma uitvoeren, een IMF-programma uitvoeren. Dat hij in Washington gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid om met de topvrouw van de IMF wederom te praten. Van luister, ik voer het programma uit, maar kijk wat er gebeurt met mijn samenleving. En toen we die afspraak waren aangegaan om het programma uit te voeren, was de situatie in de wereld ook anders. En dat we rekening houden met die omstandigheden. En de president heeft aangegeven dat er willingness is, dat bereidheid is om te praten aan beide centen. Dus beide kanten, ik neem aan dus dat de gelegenheid wordt aangegrepen om inderdaad te praten. BEP-parlementariër Ronnie Assabina zegt in tegenstelling tot Yogi niet tevreden te zijn met de jaarrede. De toespraak van het staatshoofd moest veel sterker worden onderbouwd, meent Assabina. De president kwam angstvallig bij me over, onzeker, niet in volle mate gebalanceerd. En als ik keek naar de body language van mijn overige parlementariërs, die zaten zo ongeïnteresseerd erbij. Zelf de voorzitter van het parlement en de VP. Dus daarmee wil ik aangeven dat ik kan concluderen dat er sprake is van een verwachtingskloof tussen wat de president heeft gepresenteerd en wat het parlement en de samenleving hadden verwacht van de bijdrage van de president. In de jaarrede, als hij zaken had geconcretiseerd voor een deel, dan was dat voor ons, ja toch, ook een meetlat. De president zegt bijvoorbeeld, we gaan woningbouw ter hand nemen. We hebben 11.000 grondbeschikkingen uitgereikt. Maar evengoed kon je zeggen, in 2023 gaan wij 4 huizenbouwprojecten, toch? We gaan ze bouwrijp maken en we gaan 1.000 woningen opzetten. Assabina merkt op dat het concreter stellen van de punten in de jaarrede meer hoop biedt aan de samenleving, vooral in deze moeilijke economische periode. De BEP-parlementariër zegt wat zaken te hebben gemist in de jaarrede, zoals een uitleg over wat er verder zal gebeuren met de kiesregeling na de uitspraak van het Constitutioneel Hof eerder dit jaar.